zijn hier op het eiland van Brienenoord, want onlangs heeft het college van BMW goedkeuring gegeven voor de aanleg van het Getijdenpark Feyenoord. En het Getijdenpark komt hier aan het eiland van Brienenoord, helemaal tot aan het Mallegatpark. Dus echt een behoorlijk gebied, mooi groen, in verbinding met de Maas. En we hopen dat we de voorbereidingen later dit najaar kunnen starten. Het Getijdenpark wordt een ontzettend groot park voor mensen hier in de omgeving natuurlijk, in de eerste plaats. Maar ook voor mensen die hier komen bezoeken. Met veel groen, verbinding met het water, recreatiemogelijkheden. Wandel- en fietsroutes komen er en allemaal in verbinding met het eiland van Brienenoord. Dus eigenlijk ook een beetje meer de ruige natuur zoals we die van het eiland van Brienenoord kennen. En dat allemaal verbonden met een lange loopvlonder helemaal van hier tot aan het Mallegatpark. Dus er valt ontzettend veel te doen voor je rust, om te recreëren, te spelen met kinderen, de hond uit te laten, te vissen, te kanoën en noem zo maar op. We zitten hier in het Rijnmondgebied en dat betekent dus dat we aan de rivier zitten met een getijde, in een delta van een rivier. En dat merk je niet heel vaak als je zo in de stad loopt natuurlijk, maar hier in het Getijdenpark ga je dat zeker merken. Want het verschil tussen eb en vloed is maar liefst 1,5 meter. En dat betekent dat je op verschillende momenten van de dag ook een andere beleving van het park hebt. Stadsprojecten zijn projecten die de gemeente Rotterdam uitvoert om de stad verder te vergroenen. Hier doen we door het aanleggen van een park. Het gaat ook wel eens om het vergroenen van een plein. Wat vindt het ontzettend belangrijk dat de mensen die in de stad wonen dichtbij groen beschikbaar hebben om te recreëren, om tot rust te komen. Maar het ziet er natuurlijk ook mooi uit en bovendien komen er ontzettend veel mensen in Rotterdam bij. We bouwen allerlei woningen. Dus ja, dan hebben ook die mensen weer een plekje nodig om te kunnen ontspannen en van groen te genieten. Rotterdamstij is de naam voor een nieuwe woonwijk die hier naast gaat verrijzen. En dat worden zo'n kleine 5000 woningen bij elkaar, dus een behoorlijk aantal. Maar ook plekken voor bedrijven, werkplekken. Maar denk ook aan culturele en maatschappelijke instellingen die we daar gaan huisvesten. Dus een prachtige nieuwe woonwijk voor Rotterdam. Het totale aanleggen van het Getijdenpark gaat wel even duren. Het duurt echt een aantal jaren, want het is een heel groot project. Bij elkaar gaat het om zo'n 20 voetbalvelden. Dus kun je wel voorstellen dat we daar even mee bezig zijn. En daarom hebben we het ook in twee fases opgeknipt. En fase 1, daar hopen we binnenkort mee van start te gaan. Is ook goedkeuring door het college van BMW aangegeven. En we hopen dat fase 1 eind 2027 gereed is, zodat de mensen dan hier kunnen genieten van een prachtig mooi nieuw natuurgebied midden in de stad.